ik weet vooral dat als ik aan het afzien ben, dat het moment is om te gaan. Als je weet dat iedereen echt kapot zit, dan is het moment om een kloof te slaan. En dat moet je in je hoofd hebben en dat moet je ook al van tevoren bedenken, denk ik. Maar als je kapot zit, dan moet je toch nog de kracht hebben om ervan weg te demareren. Ja, nou blijkbaar zit ik iets minder kapot dan de rest en daar moet je gebruik van maken op dat soort momenten. Die momenten moet je afwachten en dan moet je soms iets langer verwachten dan je wilt. Ik voelde me al een tijdje best wel sterk in de wedstrijden, maar het is heel moeilijk om die momenten dus ook echt af te dwingen en vandaag lukte dat. Heb je bewust gewacht tot Van Vleuten op kop zat? Nou ja, ik wist wel dat ze heel gretig was, dat ze veel voorop reed op de klimmetjes. En ik weet ook dat ik haar niet kan lossen op een klim. Dit was een mooi stukje bovenop een klim. Dus dit was voor mij het uitgelezen moment. Oké, dankjewel.